Oud-parlementsvoorzitter Emiel Weentuin is vandaag op 95-jarige leeftijd na een kortstondig ziekbed overleden. Na de onafhankelijkheid van Suriname was Weentuin de eerste voorzitter van het parlement. Weduwe Weentuin, met wie de politicus 3 kinderen heeft, zegt tegen de Waretijd dat haar echtgenoot de afgelopen dagen sukkelde met zijn gezondheid. Toch had zij niet verwacht dat hij zou komen te overlijden. Weentuin was lange tijd voorzitter van de stichting Pater Weidman en de progressieve Surinaamse Volkspartij. Paul Somohardjo, voorzitter van Partij Luhur, tevens oud-parlementsvoorzitter, zegt aan Star News dat Weentuin een bijzondere persoonlijkheid was. Hij heeft zijn stempel gedrukt in de politiek. Somohardjo was oppositielid toen Weentuin voorzitter was. Ik ben wel 100 keer uit de zaal gezet. Maar wij waren even goede vrienden, zegt de politicus. Toen ik voorzitter werd van het parlement, heeft hij mij nog adviezen gegeven, zegt Somohardjo. Assemblée-voorzitter Jennifer Geerling-Simons condoleert de nabestaanden van oud-parlementsvoorzitter Emiel Weentuin, die vandaag na een ziekbed op 95-jarige leeftijd is overleden.